Zowel VVV als de Graafschap wisten hun laatste wedstrijd niet te winnen. VVV verloor met 3-0 bij Excelsior. De Graafschap kwam thuis tegen Eindhoven niet verder dan 0-0. De Superboeren krijgen hier wel de eerste grote kans in de wedstrijd via Hisham Ashafai. Naar de assist van Devin Haan, die in de basis mocht beginnen. Die 17-jarige spits, net zoals vorige week. En hier de volgende kans via Ashafai en de redding uiteindelijk van doelman Lucas Sima. Ook als even daarna deze Rick Dekker schiet. Jos Luokai weet dat hij met VVV is gedegradeerd. Nu tiende staat. En dit is een mooi eerbetoon in de 32e minuut aan Nick Groot-Bruinderink uit Didam. Die vorige week bij een auto-ongeluk om het leven kwam. En ook de fans van VVV Venlo hebben aan Nick gedacht. En dat is mooi. De fans van VVV laten zien dat sport toch ook verbroedert. In deze tijd met juist zoveel negatieve aandacht voor de randfacetten. Ondertussen krijgt VVV hier veel ruimte. Met Roemer. Die kan ook veel meters maken. Wordt niet echt aangepakt. Steekballetje is goed. En dan moet er een voorzet komen. En die komt er ook. En die wordt overgekopt. Uiteindelijk door Sven Braken. Ja, het is de laatste weken bij VVV winnen en verliezen om en om. Het resulteerde in 2 overwinningen en 3 nederlagen in de laatste 5 wedstrijden. Maar nu is VVV op jacht naar de openingstreffer. Het zou hier kunnen via Kees de Boer. Hij mocht in de basis beginnen. Juri Schooijen verrassend op de bank. Maar de bal van de Boer landt ook niet in het doel. 0-0 dus bij rust. De Graafschap won al 4 van de 5 uitwedstrijden dit seizoen. Thuis won het nog maar 2 keer. En VVV pakt juist de punten in eigen huis. Al 4 keer gewonnen. Het is niet zo heel gek dat het nog altijd 0-0 staat. Bal geblokt van afstand. Daar is Giovanni Korte. En een enorme mogelijkheid uiteindelijk voor Rick Dekker. Maar Dekker mikt over. En zo is de Graafschap eigenlijk de betere ploeg in deze wedstrijd. Maar is er nog altijd niet gescoord in de koel. Dit is slecht uitverdedigen. En dan staat daar Giovanni Korte redelijk vrij. Die haalt in één keer uit en die scoort een beauty, zeg. Prachtige goal van Giovanni Korte. Vorig seizoen nog speler van Cambuur. Toen scoorde hij 10 keer. En nu denkt hij niet na en opent hij de score hier in deze wedstrijd. Lelyveld, daar gaat het mis. En de overname met Sven Braken. Het is kort na de 1-0 en dan is het al 1-1. Sven Braken met zijn eerste van het seizoen. En die is hem gegund. Want hij is op de weg terug na veel blessureleed. Draait daar goed weg. En dan is het dus 1-1 na ruim een uur spelen. Als Korte deze vrije trap neemt. De wedstrijd komt los in de tweede helft. Met hier de 2-1. Oh, dat is snel. Jasper van Eertum. De centrale verdediger. Krijgt die bal onder controle in de 16. Heeft daar Danny Post in zijn rug. Maar als rechterspits schuift hij die bal toch nog zo in het doel. Langs Lucas Sima. En heeft de Graafschap weer de voorsprong te pakken. VVV moet dan natuurlijk meer risico gaan nemen. En dat leidt tot dit soort kansen. Schot van Danny Post. Voor de wedstrijd nog gehuldigd. Omdat hij zijn 250ste officiële wedstrijd voor VVV heeft gespeeld. Maar die wil hij ook graag winnen natuurlijk. Wat te denken van deze omhaal van Sven Braken van dichtbij. Recht in de handen van Hidde Jurjes. De Graafschap zakt iets meer in natuurlijk. En dus krijgt VVV wat meer ruimte met de Boer. Die legt die bal breed, maar dan is er niemand van VVV om die bal binnen te tikken. Dinsdag gaat VVV op bezoek bij NAC in Breda voor de beker. Dit is Juri Schooijen. Die mocht invallen. Is dan boos dat hij geraakt wordt die bal door een medespeler. Maar de aanval gaat verder. En zo komt de bal weer bij Juri Schooijen. Die schiet met links en dan op de doellijn. De redding van Hidde Jurjes. 5 minuten in blessuretijd. De hoekschop. Dit wordt de laatste kans waarschijnlijk voor de thuisploeg. Johansson zet die bal voor. Maar komt het nog tot een schot? Nee. En dan is er plotseling heel veel ruimte aan de andere kant. Door Joey Konings, de invaller. Hij gaat daar alleen op Sima af. En scoort hij dan de 3-1? Het antwoord is nee. Konings mikt naast.
Maar 2-1 is natuurlijk ook voldoende voor de volle winst voor de Graafschap en trainer Reinier Robbermond. De Superboeren winnen in Venlo met 2-1 en doen goede zaken in de stand op de ranglijst. En ze koesteren nog altijd herinneringen aan Nick voor altijd.